Ik ga misschien eerst even vertellen in het kort waarover dat gaat. Dus het gaat over 4 vriendinnen die samen naar zee gaan. Iets wat ze eigenlijk elk jaar doen. En nu is het de laatste keer dat ze samen hun reunie aan zee hebben. Ze doen dat al sinds vroeger. En ze willen er eigenlijk een heel gezellig, plezant weekend van maken. En hoe ik hem zou verkopen. Er zijn al verschillende mensen die het gezien hebben, die het een heel leuke film vonden. Die zeggen van, ik kom er met een heel goed gevoel buiten. Het is een plezante film, we hebben gelachen. Er zitten ook gevoelige, emotionele momenten in. Iemand die zei van, zo zouden er nog films moeten gemaakt worden. Ik herken mij erin. Misschien de reacties van die reacties om het aan te prijzen gebruiken. Nee. Maar natuurlijk is ook iedereen verschillend en iedereen heeft andere wensen van een film. Iedereen ziet andere dingen graag. Natuurlijk hopen we dat er heel veel mensen kunnen van genieten. Dat is ook de bedoeling waarom dat we een film maken. Dat er mensen een leuke avond kunnen hebben, genieten en een keer lachen, een keer een confrontatie zien. Misschien ook mensen die een bepaalde confrontatie in zichzelf daarin vinden of herkenbare situaties. En als we daarin slagen, als de mensen er naartoe gaan en het goed vinden, dan een leuke avond hebben, dat is het belangrijkste. Hè? Ja, ja, ja. Ja, want zoals Doreen zou zeggen, alles wat goed is en waar het plezant is, daar moeten we naartoe gaan. Hè?